Yo mensen, daar ben ik weer met de nieuwe aflevering van Baby Reus Bouws. Ja, ondertussen is Baby Bouws niet meer echt een baby. We gaan al een beetje richting Reus. Ja, want na elke overwinning krijgen we natuurlijk weer een paar centimeter erbij op. Of een paar kilo erbij op. Dat kan je ook wel zien in dit tabel. Winnen is plus 2, gelijk is plus 1. En daarnaast hebben we nog wat extra bonussen die we kunnen verdienen. Maar op dit moment zijn we niet meer het allerkleinste. Dus dat is nice. En we gaan natuurlijk proberen uiteindelijk 2 meter te worden. En 115 kilo. Ondertussen zijn we 1 meter 65 lang en 55 kilo. Dat is nog steeds niet veel. Nee, dat is toch echt vet weinig. Maar ja, we gaan er in ieder geval voor zorgen dat we deze aflevering er hopelijk weer wat centimeters bij opkrijgen en wat kilo's. Dus daar gaan we voor strijden. Ik heb weer wat comments die we kunnen gaan behandelen. Dus hopelijk wordt dit gewoon weer een leuke aflevering. En als jullie dat ook denken, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. Wordt gewaardeerd. Ja, support je deze video een klein beetje mee, want er komt hier wat meer bij aanbevolen. Vandaar dat ik er ook om vraag. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En even wat anders. Deze mooie Bouws t-shirts zijn in de aanbieding. Op dit moment op bouws.nl 20% korting. Daarna zijn er ook oude modellen t-shirts beschikbaar. Maar zeker weten even kijken op bouws.nl. Die oudere modellen zijn trouwens 50% in de aanbieding. Zijn de laatste maten, dus als ze weg zijn, zijn ze ook echt weg. Dus wees er snel bij. Maar laten we maar beginnen met de comments. Dit was een van de top comments onder de 2 video's geleden. Ik werk vaak 1 of 2 video's van tevoren. Maar in ieder geval, je mag nog 1 kilo of centimeter bij krijgen. Je was geen 7 of 74 rated, maar 73. Lijkt ze dat Jorgen het ziet, Bouws Army! Blijkbaar heb ik iets over het oog gezien. En mogen we dus inderdaad nog 1 centimeter of 1 kilo erbij krijgen. Dan doe ik nu wel even 1 centimeter. Zijn we nu 1,66? Ja, helemaal prima. Dus dan doen we dat eventjes. En ik weet trouwens ook wel iets leuks. Omdat Baby Bouws natuurlijk ondertussen al iets groter is, mogen we alweer ietsjes haar krijgen. Want we worden gewoon wat ouder. Misschien dat we op het eind helemaal grijs moeten gaan worden. Dat wel leuk is. Ja, ik vind dat we wel een beetje haar mogen. Kijk, ja, dit is wel goed. Ja, gaan we opslaan. Oké, dan heeft Baby Bouws eindelijk een beetje haar gekregen. En op het moment dat we nog wat groter en zwaarder mogen, dan mogen we weer een nieuw haar krijgen. En dat het steeds iets langer wordt. En op het moment dat we heel groot zijn, en als we reus, dan kunnen we misschien een dikke bos doen of grijze haar. Nou, dat zien we tegen die tijd wel. En als jullie andere ideeën erover hebben, laat het natuurlijk ook maar weten. Dan hebben we trouwens nog een andere comment. Deze was van Joost. Die zei dit. Set hands aan. Dat is ook wel leuk, hè? Want dan kan je natuurlijk penalties krijgen. Af en toe kan je ook genaaid worden als je zelf een penalty tegenkrijgt, omdat een teamgenoot hands maakt. Maar het is wel grappig. Maar ik weet eigenlijk niet eens waar je dat precies moet doen. Ja, kan dat hier bij je instellingen? Ik weet eigenlijk niet. Oké, ik heb het gevonden. Je moet naar spelinstelling, regels en dan kan je hands aanzetten. Behalve strafschoppen, we doen hem helemaal aan. Dus dan kunnen we vanaf nu ook strafschoppen krijgen. Dan moet ik natuurlijk mijn spelercarrière weer eventjes laden. Dus hands staat aan. Ik ben heel benieuwd of we dan meteen een penalty gaan krijgen. Ja, en dan hebben we nog 1 laatste comment en daar sluiten we nu mee af met de comments. En dan gaan we natuurlijk spelen. Deze was van Dirk, die zei dit. Hoi Joran, leuke video. Een geweldige goal. Dankjewel, dankjewel. We maken alleen maar zieke goals. En hier een leuke celebration. Hou L1 ingedrukt en daarna op R3. Ga zo door. Nou, dan gaan we dat natuurlijk zo meteen even proberen, die celebration. Moet ik natuurlijk wel gaan scoren, dus zou mooi zijn. Gaan we natuurlijk een wedstrijd spelen. Tegen wie moeten we spelen? We moeten tegen Heracles. Oké, prima. En dat is voor de competitie. We staan op dit moment 9e. En Heracles die staat 15e. Dus in principe, als je het zo ziet, zouden we dit moeten kunnen winnen. En kunnen we ook naar boven kijken? Nou, er zijn een paar teams die er vlak boven staan. Maar echt de top 3, die staat nog wel echt een stukje erboven. Dus dat gaat nu voorlopig niet lukken. Maar we gaan even snel trainen. Doe ik gewoon even snel simuleren. Zijn niet de beste trainingen, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. We gaan gewoon lekker spelen. En we zien wel wat er terecht van gaat komen. We starten in ieder geval in de basis, dus dat is nice. Naast Druif. En dan gaan we zien of we kunnen winnen. Voltooi 3 passes op de helft van de tegenstander. Ja, kijk, dat zijn doelstellingen die je graag wil hebben. Want dat is super makkelijk. Dribbelpercentage is ook zo'n makkelijke doelstellingen. Dat zijn altijd degenen die je het best kan hebben. We kunnen nu bijvoorbeeld hier de bal vragen. Kijk, dan heb ik nu al 2 keer gepast. Dan kan ik nog een keer de bal vragen. Nu zitten we al op 3. En nu zitten we al op 4. Dus nu heb ik mijn verhoogde doel al gehaald. Ja, even check voor de zekerheid. Ja, die heb ik nu al. Dus ja, dat is heel chill. Ja.
Oké, hier gaan we. Dit kan misschien wat worden. Ah, nee, niet zo snel die bal voorgeven, joh. Ja, dan wordt het wel heel lastig. We zitten in de 20e minuut. We hebben nog niks gecreëerd. Heracles heeft wel één kans gehad. Niet de ultrakans, maar ja, dat is meer als wat wij hebben gehad tot nu toe. Oh, hier, dank u wel. Even afkappen. Dat is goed, het schot. Dat is... Oh, ook heel goed. Ha, ik dacht even, die gaat heel erg naast. Want echt een hele goede positie was ook niet om te schieten. Maar die vloog gewoon bijna in. Oké, we hebben hier nog een herkansing. Ah, dat was buitenspel. Oh, dat is jammer. Ja, ik dacht ik schiet maar. Maar in ieder geval, eindelijk de eerste kans voor PEC Zwolle. Bijna meteen een goal ook. Nou, de eerste helft zit erop en dat betekent dus dat we nog 0-0 staan. Ja, anders hadden jullie wel een goal gezien. Ja, ja, het ziet er best wel cool uit eigenlijk, dat kapsel nu van Baby Bows. Ja, ziet er nice uit. Maar eens kijken qua kansen, daar ben ik wel benieuwd naar. Wij hebben één schot gehad, Heracles 2. Het is eigenlijk gewoon een super saaie wedstrijd. Dus daar moet de tweede helft wel even veranderingen gaan komen. Nee! Oh nee! Nee, 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 nee! Dit is gewoon een penalty tegen. Volgens mij schoot hij die bal tegen de arm aan. Dus dan is dit de eerste panel door een handsbal. En het is gewoon een panel tegen. Ja, dit is inderdaad gewoon een panel. Nou, hij had zijn arm gewoon tegen het lichaam aan. Hoe kan dit een handsbal zijn? Hoe dan? Oké, nou dan hoop ik dat hij hem gaat missen. Want dit is wel echt onterecht. Kijk, hands is hands, maar... Dit was gewoon langs het lichaam. Dit zou in het echt geen hand zijn geweest. En hij scoort hem wel. Met de Panenka. Jongen, jongen, jongen. Wrijf het er maar in. Oké, dan moet ik nu echt gaan scoren. Want op deze manier mogen we niet gaan verliezen. Ik vind dit echt een stomme handsbal. Kijk, ik kan ermee leven als hij zijn arm hier ergens had gehad. En dan hands had gemaakt. Haalt zijn arm gewoon heel netjes langs het lichaam. Dan telt dat toch niet. Oké, nou. We gaan door. Oké, we hebben giga veel ruimte. Ik paas hem wel door. Dan moet jij scoren. Dat doet hij niet. Of jij? Ja, dat is wel prima. Oké, nice. We staan gelukkig weer 1-1. Baby Bows pakt de bal, maar die heeft niet gescoord. Nee, wij hebben niet gescoord. Waarom doe jij alsof jij hebt gescoord? Wat? Oh nee, was dat Baby Bows überhaupt wel? Of is het iemand gewoon die bijna exact dezelfde kapsel heeft en die er bijna hetzelfde uitziet? Ja, volgens mij wel. Dat is gewoon dezelfde kapsel. Oh, oké, dat is helemaal geen Baby Bows. Ik wou net zeggen, hij had een baadje. Lijkt er wel heel erg op. We staan 1-1. Dus het kan nog allemaal goed komen. Ja, hier, dank u wel voor die bal. En dan draaien, schieten. Knap gedaan. Met links, uit de draai en dan ook nog vanuit de lucht. Ja, dat doen niet veel voetballers hem na. En dan vervolgens verovert hij ook nog de bal, Baby Bows. Dus dat is helemaal lekker. Even een tikkie tussendoor. En hier, we kunnen dit misschien toch nog winnen. Want op de een of andere manier lijkt het alsof Heracles helemaal de kluts kwijt is. En het gaat nu super makkelijk. Alleen wel een goede redding van de keeper. Ja, ze doen ook alsof ze de wedstrijd hebben gewonnen met die... met die celebration van de keeper zijn redding. Oké, hier even een tikje terug. En misschien dat we hier nu kunnen scoren. Of hier paas maar. En dan in één keer schieten. Ha, als hij iets in de hoek was geweest. Nou oké, we hebben nog heel eventjes om hier misschien toch nog die 2-1 te maken. Oh, daar gaat Heracles op het eind van de wedstrijd in de 85e minuut. Of ja, eigenlijk 86e minuut. Scoren ze nog? No, en ze gaan ook helemaal los met z'n allen. Oké, dit is wel balen. Een stomme penalty tegen, maar ja, dit was gewoon goed uitgespeeld. Ook goed gescoord. Oh, we hadden op zich wel kansen op de 2-1. Maar ja, dan is het jammer dat Heracles uiteindelijk hier met de overwinning echt vandoor gaat. Tenzij het allemaal natuurlijk nog goed gaat komen. Ah, oh, en dan verliest hij de bal daar zo. Oké, nee, dan gaan we dit sowieso niet meer winnen. Sterker nog, misschien krijgen we nog een goal tegen. Nee, dat gebeurt gelukkig ook niet. We hebben verloren. 2-1 van Heracles. Haha, no. Nou, dan kunnen we de tabel er meteen even bij gaan pakken. Want verliezen, dat is gewoon min 1. Dus we moeten 1 kilo of 1 centimeter erbij afkrijgen. 0 goals tegen, niet geluk. Rating mogen ook niet. Hattrick ook niet. Prijs met team of prijs Baby Bows ook niet. Dus dat betekent dat we gewoon min 1 krijgen. Ah, oh, dat is echt stom. Dan hoop ik dat de volgende wedstrijd echt een stukje beter gaat. Want dit mag niet 2 keer op rij gebeuren. Maar ik zal meteen even dat aan gaan passen. Bewerk prof. En dan moeten we dus 1 centimeter eraf krijgen. Nou, die 1 centimeter die we net als een soort van bonus erbij kregen, die is ook meteen weer weg. Dan gaan we snel door. Trouwens, we zijn bijna een niveau omhoog. Dus dat is chill. Dus misschien na de training al. Maar we hebben nu 98 pace en 80 schieten. Dat is wel lijp hoor. Ja, dat is zeker netjes. En we moeten nu tegen Vitesse en daarna tegen PSV voor de beker. Salaris bewerken.
Ah, we willen meer salaris. Ja, 16.000, dat is prima. Ja, dikke stacks maken, jongen. Activiteiten, dan kunnen we hier eventjes wat punten krijgen. In principe maakt het helemaal niet zoveel uit wat je hier doet. Als je maar even zorgt dat je het doet, want dan krijg je gewoon weer wat punten voor. En dat is altijd handig. Oké, deze kunnen we ook doen. Krijgen we topschutterspunten erbij. En dan kunnen we denk ik na de training hierna, kunnen we denk ik wat skills gaan upgraden. Ja, inderdaad, want we zijn nu een niveau omhoog. We hebben 3 skill points, dus die kunnen we eventjes gaan opmaken. We zijn nu 76 qua beoordeling. Maar met een beetje mazzel zijn we zo meteen 77. Ja, wat zal ik dan gaan doen? Volley kan wel eentje. Afmaken volleys heb je hier. Afmaken volleys is deze ook. Dit is alleen afmaken, dan kan daar er wel eentje van. En dan doe ik nog eentje afmaken. We moeten gewoon zorgen dat we een goede afmaker gaan worden als spits. En we zijn 77 qua beoordeling. En dat staat ook in de tabel. Een rating omhoog is ook plus 1 erbij. Dus dat betekent dat de min 1 die ik net had gekregen er weer bij mag. Dan, oh wacht, nu heb ik het niet goed gedaan. We moeten 1 centimeter erbij op krijgen. Ja, zo is het goed. Wijziging opslaan. Top! En dan kunnen we nu de volgende wedstrijd gaan spelen. Toch nog 1 rating erbij. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het nu tegen Vitesse gaat. Maar deze wedstrijd moeten we wel eventjes gaan winnen. Dribbel succespercentage. Ja, dat zei ik net ook. Dat is ook echt een hele chill om te krijgen. Want die is ook echt heel makkelijk om te halen. Ja, je haalt bijna nooit onder de 35%. Dan moet je echt een hele slechte wedstrijd spelen. Dus ik verwacht dat we die wel gaan halen. Nou hier, paas maar. Oeh, die was perfect op tijd. Nou, schieten. Ja, ik kon niet zo heel veel anders, want er stonden ook geen medespelers daarvoor. Maar, ja, weet je, 8e minuut, nu al de eerste kans. Dat is beter als de vorige wedstrijd. Ja, hier Stegen. Ah, oh, veel te laat, dat moest hij meteen doen. Pech, kop op. Ja, nee. Deze moest toch gewoon gaan scoren. Kijk, hij had hier meteen moeten geven. Ja, hij stond ook met zijn rug ernaartoe. Nou, maakt niet uit. Dit was de tweede kans al. Dus snel 2 kansen gehad, alleen nog geen goal. Om die celebration van Dirk te kunnen testen, moet ik natuurlijk wel even scoren. Want anders kunnen we die hele celebration niet gaan testen als ik de hele aflevering niet ga scoren. Want we hebben natuurlijk al een wedstrijd gespeeld. We begonnen de wedstrijd redelijk lekker met 2 grote kansen. Daarna heb ik echt alles verprutst. We staan 0-0. Geen kansen meer gecreëerd. En we staan ook een onvoldoende als cijfer. Daarnaast gaan we qua doelstellingen wel prima. 2 van de 3 gehaald. Maar ik sta 5,7. Dus dat is wel echt laag. Dus we moeten even gaan scoren in die tweede helft. Dat is nog steeds niet gelukt deze aflevering. En kijk, zo'n bal als dit ook. Dat is gewoon stom. Dat had ik niet moeten doen. Oké, dan gaan we er eindelijk een keertje vandoor. En... ah, jongen. Had afgekapt en dan naar mij gepaasd. Oh, dan had ik hem sowieso in de verre hoek geschoten. Nou, dit is de eerste keer in de tweede helft dat we er een beetje door zijn gekomen. Nou, en dat is best wel ernstig dat dit dan de beste kans was. Ja. En we hebben ondertussen risico om gewisseld te worden. Dus dat komt er ook nog eens bij. Alsof het niet erg genoeg gaat deze wedstrijd. Dan hoop ik eigenlijk niet dat de bal uitgaat. Want dan kan ik gewisseld worden. Ik word nog niet gewisseld. Oké, dat is beter. Want dan hebben we toch nog even een kans om hier iets van te maken. Dat we nog 1 keertje scoren. Ja, dan heb ik in ieder geval de wedstrijd voor Baby Bouts en Pek Zwolle toch nog gered. Misschien dat dat nu gaat gebeuren. Hier, paas maar terug. Ah, paas dan goed, jongen. Oké, we hebben een vrije trap. En ik denk dat dit dan het moment is dat ik gewisseld ga worden. Ja, inderdaad. Nou, is niet anders. Oké, dan hoop ik dat we in ieder geval nog gelijk spelen. De wedstrijd simuleren. Ja, het is gelijk gebleven. Saaie wedstrijd. Weinig kansen. Niet goed gespeeld. Nou, we hebben in ieder geval 2 van de 3 doelstellingen gehaald. Dus dat is voor nu even belangrijk. En we mogen wel 1 beoordeling. Nee, 1 lengte of 1 kilo erbij krijgen. Omdat we natuurlijk gelijk hebben gespeeld. Dus dat is in ieder geval beter iets. Dan helemaal niet. Dan zijn we in ieder geval deze aflevering uiteindelijk omhoog gegaan. Ik doe weer 1 lengte erbij. Dan zijn we nu 1,67. Dus dat is prima. Dan slaan we dit op. En al met al een beetje een teleurstellende aflevering. Ik had gehoopt dat we wat beter zouden spelen. Maar ja, we zitten ook bij Pek Zwolle. Het kan natuurlijk niet elke wedstrijd feest zijn. De volgende aflevering moeten we tegen PSV. Oké, dus voor de beker. Dus wij zijn echte cupfighters als Pek natuurlijk. Dus dat gaat goed komen. Nee, dat gaat wel spannend worden. En daarna moeten we ook weer tegen
PSV. We moeten 2 wedstrijden op rij tegen PSV. In de beker en in de competitie. Nou ja, dat zien jullie in de volgende aflevering. Maar ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouwzaarbekleding. Hoi.